Hallo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Björn en jullie horen het eigenlijk al wel, het is best wel een waaierige dag. Misschien is dit beter, nee, denk het niet. We zijn bij Slijk in Ewijk en ik ben bij 20 voor dagen. Ik ben aan het begeleiden. Vanmorgen heb ik een duik gemaakt met Simon, die heb je in de vorige vlog kunnen zien. Super leuke duik hebben we gemaakt, relatief wel eventjes kort omdat hij met zijn oor zat. Dus we hebben de duik ook toen ook af moeten breken. Vandaag in deze vlog ga ik de tweede duik maken. Samen met Els en Carina. En ja, het ligt er hartstikke mooi bij. Het enige is wat dat hier af en toe een beetje een zandwoestijn. Of we zien in ieder geval hoe noem je dat? Zo'n stofwolk ineens op komt zetten. Maar hartstikke goed gegaan. We hebben net geluncht en we gaan onze tweede duik maken. Dus we gaan ons omkleden en dan gaan we gauw het water in. Hier wil je al flessen even leggen. Kijk er even een flesje in. Past die dan?
Dat stinkt. Ja. Immer veel spaas. Ja. We zijn ook internationaal. In de week. In de bochen. Ja. Dan zit daar maar weinig touwgang. Ja. Maar wenn du am Wochenende da bist, is zo vol. Ja. Wel hot water. Straks in een dumpset. Net mooie bekers, ze zijn besteld. Ja. Zo, dames en heren, dat was het weer voor vandaag. We staan hier bij onze 24 Diving bus. En we staan zelfs met pech. En hoe komt dat nou? Er stond een klein... Ach, wel aardig van jou. Dankjewel. Er is een probleempje. Wat is het probleem, Huub? Ik zeg, wat is het probleem? Het probleem is dat alle deuren open waren en het lampje aan was. En dus, accu leeg. Maar ze, nou staat ze daar, maar ze denkt... Ze dacht dat ze op de film was, ja, maar dat was niet. We zitten aan de verkeerde kant van de camera. Ja. Dit is het. Eerste raad. Problem, want ik maak om siebie, want we hebben twee verschillende jezelf. Wat zeg jij? Wat? Ja, dus er stond eigenlijk de hele deur, de hele dag de deuren stonden open, waardoor die kleine lampjes aan stonden. En nou, gaan we dus met de accu. Of met de startkabels eigenlijk, moet ik zeggen. Gaan we eventjes iets opladen. Dus hier komt een andere auto aanzetten. Onze klusjesman, Jeroen. Oh, moet ik de auto uitrijden? Veel te kort. Een beetje naar voren, Jeroen. Moet omdraaien. Ja? Gewoon helemaal omdraaien. Wat pak je? Ja, even. Ja, dat is het. Duurt lang. Nou, de bus is inmiddels gestart. Het was nog een beetje grappig aan het doen en zo. Maar het is hartstikke leuk. Ik hoop dat jullie toch een leuke vlog hebben gezien. Doe dat duimpje dan eventjes omhoog. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn YouTube kanaal, maar wel leuk vinden om mijn video's te blijven volgen, doe dan heel eventjes abonneren. En deel vooral deze video. Mocht jij nou ook geïnteresseerd zijn om een keer een leuke duik te maken of wat dan ook, kun je altijd contact met ons opnemen. En bekijk het eventjes op www.24diving.nl. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Hoi.